kenniswinkel. En momenteel gaat het nog niet zo goed met de winkel. Maar vandaag ga ik heel veel geld investeren om deze winkel mega groot te maken met Lotte. En voor elk duimpje omhoog op deze video krijg ik 50 euro om te besteden aan de Denniswinkel. Oh Lotte, een nieuwe werkdag vandaag bij de Denniswinkel. Wow. En ik kan je vertellen, het gaat niet zo heel erg goed hier zo. Nee, zeker niet, Dennis. We hebben in ieder geval de nieuwe voorraad binnen met alle spullen. Misschien dat ik die wat beter moet inladen de volgende keer. Maar Lotte, het gaat heel erg slecht momenteel met de Denniswinkel. We staan op het punt om failliet te gaan, letterlijk. En dat we alles verliezen. De klanten zijn boos. Dat meen je niet. De medewerkers klagen dat ze geen loon krijgen. Dat soort dingen. Er ligt allemaal troep op de grond. Alle schappen zijn leeg. En die moeten we nu eigenlijk maar een beetje gaan bijvullen met de nieuwe voorraad, Lotte. Want iedereen is heel erg ontevreden. Oké, Lotte. De schappen zijn letterlijk gevuld. En er staat letterlijk, ik kon niet alles betalen wat ik wilde hebben. Dus ja, mensen hebben niet heel veel geld zoals je kan zien. Nee, maar Lotte, ik denk dat het vandaag belangrijk tijd is om heel wat geld te gaan investeren in onze Denniswinkel. Ja, dat denk ik ook, Dennis. Ik wil sowieso de grootste winkel ter wereld hebben samen met jou, Lotte. Want de Denniswinkel moet gewoon mega groot worden. En de kijkers willen dat ook. Want ja, kijkers komen natuurlijk ook heel vaak op bezoek. En waarom loopt hier medewerker? Hallo, je moet naar binnen, oké? Je moet wel naar het werk. En ja, hallo. Ik denk dat we maar wat geld gaan kopen. We hebben namelijk de keuze van 1000 euro voor 5 Robux. Maar we kunnen ook 300.000 euro kopen voor 1000 Robux, Lotte. Wat? En zoals ik al zei, ik wil echt een mega goede winkel hebben. Dus die gaan we ook zeker kopen. We gaan 300.000 euro kopen voor 1000 Robux. Maar dan niet alleen. Ook gaan we er nog eens 140.000 bij kopen voor 500 Robux. En laten we dan nog een keer dat gaan kopen, Lotte. Oh, dan had ik eigenlijk net zo goed 2 keer 300.000 kunnen kopen. Oké dan. We hebben in ieder geval nu bijna 600.000 euro, Lotte. En daar kunnen we zeker de winkel wel mee gaan upgraden. Dus misschien is het handig, Lotte, als jij alvast een beetje de winkel gaat uitbreiden. Dan rij ik naar het magazijn toe om meer spullen te kopen met de truck, oké? Ja, dat is goed, Dennis. Dat ga ik doen voor jou, oké? Oké, en dan als ik terugkom, dan ga ik je helpen met upgraden. Oké, laten we maar met de gele truck natuurlijk naar het magazijn rijden. Want bij het magazijn kunnen we namelijk allemaal spulletjes kopen die we natuurlijk in de winkel kunnen neerzetten en kunnen verkopen. Want het magazijn is zeg maar de plek waar je alles inkoopt voordat je natuurlijk kan verkopen. En mocht je nog natuurlijk niet de eerste video hebben gezien dat wij deze Denniswinkel hebben geopend, dan zou ik die zeker even kijken, want het is echt een succes wat het gaat worden, Lotte. Eerlijk is eerlijk. We gaan echt een mega goede winkel maken. Eens even kijken. Het gaat niet wel goed worden, Dennis. Deze meneer, oftewel de magazijnman, kunnen we de goederen inkopen. Namelijk kunnen we hier heel wat speelgoed kopen, maar kleding, schoenen. Lotte, wat hebben we eigenlijk nodig? Jij staat momenteel in de winkel, wat is heel erg handig om te hebben en heel veel in te kopen. Je kan een beetje gewoon van alles wel kopen in principe. Oké, laten we alles een beetje gaan inkopen dan. Zoals jij zegt, even wat drinken. Hebben we ook schappen voor elektronica en dat soort dingen? Of hebben we dat tot nu toe nog niet? Nou, dat kan je gewoon als goed is gebruiken, elektronica. Ja, weet je, kan alles gewoon vervangen, Dennis. Oh, dat is inderdaad heel erg slim. Oké, dan koop ik een beetje van alles, Lotte. En dan koop ik denk ik ook wat schoolspullen, wat elektronica. Want het is eigenlijk wel heel erg duur, trouwens. Ja, lijkt me ook wel handig, Dennis. Dus wat ik daarvan doe, is ik koop daar iets minder van de elektronica. Maar wel dat we natuurlijk van alles hebben. Want de klanten willen eigenlijk zoveel mogelijk assortiment. Dus hoe meer spullen je hebt, des te beter het is. Laten we de truck laden. Oké, er kan nog veel meer bij. En ik denk, Lotte, dat het later vandaag ook wel slim is om een andere truck te gaan kopen. Misschien een vrachtwagen of zo. Dat zou heel erg vet zijn. Oké, we kunnen ook buitenapparatuur kopen en dat soort dingetjes. Zoals barbecues, gereedschap. Dat is ook allemaal handig om te hebben. Tuingereedschap. Misschien potten met verf en dat soort dingetjes. Timmerhout. Ja, dat is wel handig, Dennis. Uiteindelijk kunnen we ook nog letterlijk juwelen en dat soort dingetjes kopen. Oké, ik denk dat we voor nu wel genoeg hebben. Laten we de truck volstoppen en... Oh, er staan hier nog heel wat goederen die ik nu niet mee kan nemen, Lotte. Oké, er staan heel wat meubels en dat soort dingen. Maar ik kom richting de Denniswinkel. En dan gaan we maar eens even kijken hoeveel schappen we kunnen vullen. Want we gaan natuurlijk de winkel ook veel groter maken. En Lotte, als we een grotere winkel hebben, betekent dat natuurlijk ook meer medewerkers inhuren en dat soort dingetjes. Ja, dat is waar, Dennis. Oh, ik ging naar een andere winkel. Dat is niet onze winkel. Ja, dat is niet heel slim, Dennis. Kijk eens aan, ik ben er, Lotte.
even kijken. Zo, even achterin parkeren. Zo, en dan ga ik alles maar even lossen van de vracht. Zo, alles binnen. Oké, super. De winkel ziet er best wel heel erg mooi uit. Is het al een beetje gelukt met het uitbreiden, Lotte? En ik denk dat het zeker, Dennis. Inburen, want het ziet er lukt echt zeker niet uit hier zo. Wat een troep allemaal op de grond. We hebben geen prullenbak of dat soort dingetjes, Lotte. Oké, laat ik in ieder geval maar eens eventjes alles gaan bijvullen. We hebben volgens mij toch wel wortels gekocht. Ja, ik heb zeker wel wortels gekocht. Kan ik die... Oh, nee, die heb ik niet meer. Alles is automatisch bijgevuld, Lotte. Oh, inderdaad. Ja, dat klopt, Dennis. Oh, want we hebben natuurlijk mensen in dienst die dat doen. Oh, dit is mega handig. Kijk eens aan. Alles is hier al een beetje gevuld. Met wat ze allemaal hebben gekocht. Oké, alleen zijn klanten nog wel ontevreden met dat ze niet alles kunnen vinden in de winkel. Laten we de winkel maar een beetje gaan uitbreiden. Eens even kijken. We kunnen hier gaan bouwen, Lotte. En we kunnen wat muren gaan uitbreiden. Dennis, oh, je doet er al een hele lijn omheen. Okay, ja, en dan moet alleen die muren weg. Muren hier kan slopen. Dus laten we deze muren hierachter dan weghalen, denk ik. Ja, en dat moet inderdaad weg. Oh, hey. Gaan we alle muren weghalen, Lotte, of dat niet? Ja, denk het wel gewoon. Oké, alle muren hieromheen gaan we dus weghalen. Behalve de garage, Lotte. Ik denk de garage niet. Dus zo ongeveer. Denk je niet? Ja, okay, ja, ik denk perfect. Het ook. Oké, dan dat kunnen we hier natuurlijk kunnen we allemaal schappen omheen zetten. Alleen ik denk dan wel dat we wat dingetjes moeten verplaatsen. Dus dat we echt een mega gangpad gaan maken. Wat denk jij daarvan? Ja, dat lijkt me ook wel verstandig, Dennis, om te doen. Oké, laten we in ieder geval dan wat dingetjes gaan verplaatsen. Eens even kijken. Zoals de cashière. Die kunnen we dan bijvoorbeeld helemaal hier neerzetten. Of gaan we een betere inrichting maken, Lotte? Wat we ook kunnen doen is we kunnen natuurlijk ook alles tijdelijk verwijderen. Dat we even de winkel sluiten. Misschien dat het beter is omdat we in verbouwing zijn. Ja, oké, dat laten kan we de winkel gaan sluiten. Zo, dat heb ik nu gedaan. Dus dan kan iedereen nog afrekenen die snel moet afrekenen. En dan sluiten we de winkel. En dan gaan we denk ik maar eerst de verbouwing aan, Lotte. Dus even kijken. Dus wat ik ga doen is ik ga alle schappen weghalen. Ik ga letterlijk alles hier gewoon uit de winkel halen. Dus dan krijgen we ons geld letterlijk weer terug. En dan kunnen we op die manier kunnen we een beter gangpad maken. En natuurlijk alles beter gaan inrichten. Dat kijk denk ik inderdaad ook. Perfect. Dat lijkt me wel slim. En dan deze ook weg. Dan hebben we letterlijk alles weg. En dan kunnen we op die manier kunnen we kijken waar we alles neer gaan plaatsen. Eens even kijken. Ja, maar hoe hier zijn natuurlijk de uitgangen. Maar kunnen we ook nog meer uitgangen maken? We kunnen zelfs een draaideur erin zetten, Lotte, als we dat willen. Maar ik denk dat het een beetje chaotisch is als we dat doen. Van die draaideuren. Dat denk ik ook. En we kunnen ook een dak erop zetten, Dennis. Oké, een dak is wel handig. Weet je wat we doen? We beginnen hier met wat glas aan de ingang. Dat we het net een beetje af gaan zetten. Eens even kijken. Zo, ik denk dat het perfect is. Inderdaad. Wij gaan even uitvogelen wat we gaan doen hier in de winkel. Oké, Lotte, daar staan we dan voor de Dennis-winkel die we natuurlijk hebben geüpgrade met heel wat centjes, kan ik je vertellen. Inderdaad. Want we bijna begonnen net met het bouwen hadden rond de 600.000 euro. Alleen nu hebben we nog maar 200.000 euro over. Dus we hebben ongeveer 400.000 euro bijna aan een Dennis-winkel besteed. Maar Lotte, we kunnen met zekerheid zeggen dat het zeker waard is. Ja, zeker. Laten we maar eens even een kijkje nemen. Dit is de winkel nu geworden, zoals je kan zien van afstand. Maar ik ga jullie een rondleiding geven. Ja. Want de ingang zit niet meer aan deze kant, maar namelijk aan de andere kant. Namelijk hier zo. Maar buiten hebben we sowieso ook wat zitplekken. Dus wat parkbankjes, mooie bomen hebben neergezet. Heel wat prullenbakken. Zodat natuurlijk, hopelijk alle klanten en dat soort dingen... Het afval natuurlijk dit keer in de prullenbak gooien in plaats van op de stoep of in de winkel zelf. Dat is niet heel erg netjes. Nee. Maar laten we maar naar de winkel gaan, Lotte. Natuurlijk een soort van ruimte. En je ziet het al, daar zitten een paar van onze harde medewerkers van de Dennis-winkel. Heel hard te werken natuurlijk om alle klanten te helpen. Maar laten we naar binnen gaan, Lotte. We hebben hier ten eerste een nieuw magazijn. Maar die kunnen we wel even heel snel laten zien. Ja, die is we namelijk kunnen even een naar stukje binnen, groter dan het magazijn wat we eerst hebben. En moet je kijken hoe vol die is letterlijk, Lotte. Woehoe, holy moly, Dennis. Dit is letterlijk alle opslag voor alle goederen. Het eten, drinken, de Dennis-kleding, noem maar op. Ja. En als jij Dennis-kleding hebt, laat het weten in de reacties. En zo niet, haal het dan zeker op www.dennis.nl. Maar dit is dus onze, onze magazijn waar we alles opslaan en dat soort dingetjes. Hier kunnen we dus de voorraad aanvullen en dat soort dingen. En we hebben allemaal camera's. Maar het mooiste van alles moet nog komen, de winkel zelf. Dus laten we hier naar binnen gaan. We hebben ten eerste natuurlijk wat veiligheidspoortjes. Als er een dief binnenkomt en die wil wat stelen, ben je al heel snel de pineut, want we hebben een beveiliger en dat soort dingen. Maar we hebben hier allemaal gangpaden gemaakt hier met normale rekken en dat soort dingen, waar natuurlijk zometeen allemaal spullen in
inkomen. Ja. Maar hier hebben we ook allemaal opslag voor gekoelde rekken. We hebben een diepvriesafdeling en dat soort dingetjes. En we hebben zeg maar een hele mooie verdeling in de winkel. We hebben hier namelijk alle groenten en fruit en dat soort dingetjes. En je kan hier lekker zitten. En uiteindelijk willen we nog een roltrap zeg maar naar boven hebben. Naar nog een verdieping! Naar een extra verdieping die we zeker gaan bouwen. Hier hebben we zeg maar alle, ja, de juwelen. Nee. Dus de juwelier gedeelte hebben hier zo. En hier komen allemaal kettingen en dat soort dingen. Dan een stukje verder hebben we natuurlijk allemaal elektronica tafels. Waar computers en dat soort onderdelen allemaal komen. En natuurlijk wat muurdingetjes. Daar komen allemaal, ja, er komt allemaal voorraad aan de muur. Hier hebben we heel wat zelfscankassa's natuurlijk. Heel wat normale kassa's waar je kan afrekenen. Inderdaad. En daarachter nog wat zelfscankassa's. Wat iedereen heel erg snel geholpen kan worden. En we hebben hier letterlijk nog een heel kledinggedeelte. Dus Lotte, ik denk dat het tijd is om de winkel maar weer open te zetten. Dus hij is nu gesloten. Ook, we gaan hem openzetten en ik hoop dat we dan ook alle schappen kunnen vullen. Wow. En nu natuurlijk de winkel ook een stukje groter is, betekent dat ook dat we meer werknemers moeten aannemen. We hebben heel wat bewakers, maar we hebben natuurlijk ook bezorgers nodig. Die kosten best wel wat geld. Een manager eventueel erbij. Wat personeel is sowieso wel heel erg handig om te hebben. Wat vakkenvullers, wat extra vakkenvullers, want we hebben echt een mega grote winkel. Maar ja, alles kost wel heel erg veel geld. En laten we voor de zekerheid ook maar wat extra kassa medewerkers aannemen. Oh, ik ben kijken. Zo benieuwd! En ik hoop dat het dan op deze manier een beetje werkt. Een financiële vertegenwoordiger die vertelt wat we met ons geld moeten doen, is ook wel handig om te hebben. Ja, en ik ben heel benieuwd, want het wordt dan een stuk drukker, zoals je kan zien bij de winkel. Volgens mij komen ze er niet in! Oh, misschien dat er niks in de winkel ligt? Oh ja, de schappen zijn leeg inderdaad. Ja, we moeten nog wel even bijvullen, Dennis. Laten we alles gaan bijvullen, Lotte. En letterlijk alles gewoon. Eerst even kijken. De winkel loopt nu wel redelijk vol, volgens mij. Dus het werkt nu wel weer. Oh, er staat daar dat mensen daar niet naar binnen kunnen. Ik weet niet echt wat dat is. Oh, ze kunnen daar niet zitten. Dus even kijken. Zo, deze moet ik even verplaatsen. Want blijkbaar kan hier niet, kan niemand hier zitten. Er is daar geen ruimte voor. Dus dan zetten we die daar neer. En als het goed is het probleem dan opgelost. Ja, kijk. Iedereen moet even de ingang vinden, Lotte. Ik denk dat de uitgang een beetje verwarrend ook is voor de mensen. Maar ik weet niet echt wat we daar anders aan kunnen doen. Want er staat daar wel dat ze niet zomaar naar binnen kunnen via daar. En dat het een automatische deur is. Nou, het komt vast wel goed, Lotte. Ja, ik denk dat het inderdaad wel goed moet lukken, Dennis. Wat we even gaan doen is het belangrijkste. Ik denk, Lotte, dat het tijd is om ook een nieuwe truck te gaan halen. Want ja, dat zeker. Want we hebben natuurlijk deze gele auto hier. En dat is onze bezorgauto. Maar ik denk dat het wel tijd is om een betere auto te gaan halen. Dus laten we die zo even gaan plaatsen. Kijk eens aan. En dan gaan we maar eens even naar de autodealer. Ga je mee, Lotte? Ja, ik zit erin, Dennis. Want met deze truck kunnen we echt amper voorraad ophalen telkens bij het magazijn. Maar hier zit gelukkig de autodealer. Niks. En ik denk dat we bij Ellen's autozaak wel even iets nieuws moeten halen. Misschien wel een vrachtwagen of iets, Lotte. Inderdaad, Dennis. We hebben namelijk nu momenteel een pick-up truck. En dat is een voertuig. Die ziet er zo uit, maar je kan hier zoveel meer halen. Namelijk een busje. Of willen we toch liever een grotere bus? Een sprinterbus? Ja, ik denk echt een kleine vrachtwagen. Een grote vrachtwagen. Een elektronische vrachtwagen. Dus een elektrische. Eens even kijken. Een mega vrachtwagen, Lotte. Of deze. Een elektrische. We kunnen zelfs sportauto's kopen. Ik denk dat we voor deze gaan, Lotte. Voor 60.000. Dit is toch een zeppelin. Lotte, kom je? We gaan met de vrachtwagen ervandoor. Ik heb een nieuwe aankoop gedaan, hoor. Oké, die gaan we maar eens even een nieuwe voorraad voor ophalen voor de megawinkel. Maar ik ben al heel erg tevreden met hoe de Denniswinkel er nu uitziet. Zeg wel, Dennis. En wat we ook nog kunnen doen, maar dat is misschien iets voor de volgende keer. We kunnen allemaal verschillende winkels ook openen. Dus als de kijkers dat willen, doe dan zeker een duimpje omhoog. En laat het weten in de reacties. Lotte, ik heb wel een probleem. Ik heb geen vrachtwagenrijbewijs. Ja, dat is niet heel slim, Dennis. Eigenlijk mag ik dat hele ding helemaal niet besturen. Maar we gaan hem even volgooien met allemaal vracht natuurlijk. Want we moeten heel wat voorraad erbij bestellen. Heel wat, Dennis. En maar ik heb volgens mij allemaal dingen al besteld. Tot we nu op het punt komen. Oh, inderdaad. Je hebt heel wat besteld, Lotte. Eens even kijken. Ja, dat had ik nog staan, inderdaad. Inpakkeren. Oké. Jij dan. Okay, ja, dit is wel een heel gedoe. Dit is heel erg wennen, Lotte, met een vrachtwagen. Oké, daar gaan we. Dan ga je aan de kant op. Laten we eerst maar even heel wat dingetjes gaan kopen.
Charlotte. Eens even kijken. We gaan heel wat kleding kopen. Schoenen, ja. Hoeden, eten, heel veel snoep, heel veel blikvoer en dat soort dingen. We moeten echt van alles hebben, Lotte. Dus kom maar een beetje in. Ik ben nu bij het fruit. De groenten moeten we heel veel hebben. Misschien wel meer dan 50. Eens even kijken. Heel veel fruit en groenten. Dat is belangrijk. Juwelen is sowieso ook handig om te hebben, want dat gedeelte hebben we nog niet gevuld, Lotte. Nee, klopt. Eens even kijken. Heel wat kleding hebben we gelukkig al. Dus ik denk dat het dan wel aardig goed zit. Eens even kijken. Het enige wat ik nu nog moet doen is letterlijk de truck goed neerzetten. Daar ben ik niet heel erg goed in. En achter. Hoppa! En... ja, perfect! Alles erin! Alles erin! En die bus! In de bus, in de vrachtwagen. Is die vol? Ja, hij is vol. Hij is helemaal vol. Oh, hij is helemaal vol. Als hij daar gaan we vertrekken! Wow! Rechts zou die gaan! Oké, eens even kijken. Zo, dan moeten we hier naar rechts. Kijk die kleine zaak daar, Lotte. Die paarse winkel. En dan heb je zo'n mega winkel ernaast. Eens even kijken. Zo, en dan moeten we dit achteruit daar neerzetten. En dan moeten we geen klant raken, Lotte. Dat is belangrijk. Oh, en nu naar achter. Hup. Nu naar achter. Oh, de andere kant op. Andere kant op teken. Andere kant. Ja, goed zo. Ja, dit is perfect. Oké, we kunnen lossen. Oké, anders gooi je meteen alles eruit, Dennis. Jeetje, Mina. Handig om wel de deur open te zetten, Lotte. Dat was jouw taak, letterlijk. Ja, het gaat automatisch, Dennis. Jongen. Oké, maar de winkel draait tenminste goed. En zeggen wel mensen dat ze een kassa nodig hebben. Dan moet je naar de kassa toe lopen, mevrouw. Ja, dat is toch logisch. Op elke afdeling staat letterlijk een kassa. Dat is toch logisch? Jongen, Dennis. Mensen blijven letterlijk alleen maar klagen, terwijl we de winkel mega veel hebben geüpgraded. Ongelooflijk. Laat weten wat jullie van de winkel vinden, van de Dennis winkel. Doei! Doei!